Met dank aan Rob en Ingrid van RV Masters, even reclame maken jongens, zijn we op deze weg beland. En een onverharde weg, maar een hele mooie. 30, aanrader. 30 kilometer richting Malou. Super. Ja jongens, het is helemaal niet zo moeilijk om een mooi plekje te vinden in Zweden. Wel nee. Ik zal het even laten zien. Wel nee. We zijn met z'n twee. En draai eens om. Met z'n drieën. En moet je kijken. Ja, dat moet snel zijn hè. Meertje, onverharde weg. Helemaal in ons uppie. En we gaan in ieder geval lekker genieten ja. En we zijn geklap opgeschoten. We hebben vandaag 75 kilometer gereden of zoiets. Jongen. Maar wel gezellig gehad. Het was heel gezellig. Doei. Zet je jekkie dicht, doop. Ja, straks. Nou, traditioneel. Goedemorgen, iedereen. We zitten in het plaatje... Ik weet het niet. Rotham, zei je. Rotham. Maar het is echt een gehucht. Volgens mij is dat één huis. Ja. Ergens in de verte, ik weet niet waar. En we hebben heerlijk geslapen. Dit is Rotham. Ja, inderdaad, Rotham. Rotham. Is dat niet iets van Batman? En weet je wel, Robin? Ik ben er zo goed in, Batman. Ga het opzoeken. Heel stil vannacht. Echt aardedonker. Je zou kunnen zeggen bijzonder eenzaam. En dat is precies wat we wilden. Ja. En vanmorgen vroeg begon Tip opeens te grommen. En wij slapen natuurlijk altijd met de dakjes open. Dus ik denk dat hij wat geroken heeft buiten. Ja, ik heb natuurlijk gezocht, gekeken en gespied. Maar we weten niet wat. Zal wel iets in de bosjes gezeten hebben. Helaas niets kunnen ontdekken. Maar hij bleef al een tijdje grommen en kijken door het raam. Dus er zal echt wel iets spannends geweest zijn. We hebben het niet kunnen vinden. Nou, vandaag gaan we naar... We gaan richting Morkret. En dat is daar bij het Fuluvjallet Nationaal Park. Ja. En dat is een soort camping waar je die onderhouden wordt door Sami mensen. En daar blijven we eventjes, hè? Ja. En, we zullen waarschijnlijk einde dag aankomen. En dan gaan we morgen een mooie wandeling daar maken. Hopelijk, want er wordt wel regen voorspeld. Maar ja. Ja, dan wordt het douwtrappen. Goed, jullie gaan het beleven. Tot dadelijk weer. Doei. We zijn onderweg naar iets... Morkret. Ook nog good. En veel onverharde wegen nemen deze reis. Typisch Zweeds, hè? Sta je op een hartstikke mooie rasplaats, parkeerplaatsje. Echt bij een meertje. Het is prachtig om te zien. Dan heb je zo'n grillplaats. Alles erop en eraan. Volgens mij kan je zelfs blijven slapen hier. In het hotje. Je gooi je slaapzakje neer en je bent klaar. Je kan lekker barbecuen. Een hokje met allemaal hout, gehakt hout. Dus je kan nog een vuurtje stoken en je visje klaarmaken als je dat gevangen hebt. Op een van die steigers. En het enige wat ze zeggen is van... je zou een vrijwillige bijdrage kunnen doen. En dan kan je dan hierin stoppen. En dan zijn we je hartstikke dankbaar. Ja, dat is toch bizar hè? Dat eigenlijk allemaal gratis is en... Dat het nog gevraagd wordt, het zou kunnen, hoeft niet. Zou eens Nederland eens moeten doen, dit soort dingen. Nou. Ja jongens, je kan wel zien waar we staan. Morkret. Ik weet ook niet precies hoe je het uitspreekt. Ik ben het Zweeds nog niet helemaal machtig. Maar een mooi plekje.
weer is minder mooi. En dit is de camperplaats of zeker camping. Er staan ook mensen met caravans. Wij hebben hem aan het water gezet, want ik hoef niet per se stroom te hebben. Je hebt een aantal stroomplekken hier. Er staan trouwens heel veel Duitsers. Heel bijzonder, ook met caravans. Lijkt de brouwers dan wel, joh. Wat zijn ze nou aan het doen, jongens? Ik weet het niet. Ik heb op te drogen gezeten. Jeetje. Wat hebben we vandaag op het menu staan? We hebben varkenshaas met champignonnetjes. Wauw. Bloemkool uit Zweden. Uit Zweden? Ja. Oh. Met een gekookte aardappeltje. Oh, ja, die heb ik hier. En een beetje jus. En een beetje jus. En een lekker wijntje erbij. Ja. Man, wat een minuutje, joh. Toetje, kan je nog een waterijsje nemen in de vriezer? Nee, daar pas ik eventjes voor. Ja. We zijn er klaar voor. We gaan eventjes tippelen. We gaan naar een oude boom. Ja, als tip van een van de volgers. Die gaan we zeker doen. Nog hartstikke bedankt voor de tip. En we gaan hier het natuurpark in. Weer is niet zo heel mooi zoals je ziet. Dus we zijn voorbereid op regen. We zijn 5 kilometertjes verder, met alleen maar klimmen. En Do, die heeft crackertjes meegenomen met prosciutto di Parma. Nou, knapt de mens weer van de hop, jongens. We hadden geen brood. We hebben geen brood. Wat we wel hebben gedaan, tip van Rick. In Zweden heb je natuurlijk niet zulke heerlijke bakkertjes als in Frankrijk of België of zelfs in Nederland. We hebben wel een paar blikjes van die croissants meegenomen van Danarol. Dus dat wordt ook smikkelen. Die hebben we onszelf beloofd aanstaande zondagochtend. Het schijnt de hoogste waterval van Zweden te zijn. Ja. En dan met hoogste wordt dus bedoeld de grootste vrije val volgens mij. Ja, dat weet ik niet. Of de hoogste gelegen, maar dat lijkt me ook weer sterk. De vrije val was in de 70 meter. Oh. Ja. Gelegen, wie het weet moet het maar zeggen. Wij gaan trouwens een stuk verder naar boven. Ja, ik lees even. Om naar Old Chico te gaan. Take the right on Jakvals Leden. When you reach the rocky part, Old Chico ligt natuurlijk wel weer bovenop een berg. Ah, echt. Een plaatje. Ja, zo heel goed. Kijk, daar ligt Noorwegen. Ja. Hè? Volgens mij. Ja, volgens mij ook. Daar heb je zoekerscentrum in de verte. En daar heb je de waterval. En nu nog Old Chico. Ja. En Old Chico laat zich niet zo snel vinden. Je moet daar ergens liggen. Maar het gekke is, alles wordt aangegeven in dit park. Behalve Old Chico. Ja, dan hebben we alleen een soort beschrijving van na de steen rechtsaf. Ja, een soort geocache is het geworden. Alleen ik kan hem niet loggen. Jongens, nee. Verwacht nou niet dat je die berg beklommen hebt. Uren dat je een megaboom tegenkomt. Kijk maar. Dat is een lul sparretje. Ik denk dat je. Maar daar gaat het niet om, hè. Ik zei net tegen iemand die hier was. Dat is een klein boompje. En toen zei diegene dat is waar, maar met een grote geschiedenis. En dat kan niet iedereen vertellen dat je dik 9000 jaar oud bent. Het was wel de moeite waard om hem te beklimmen, hè.
is echt magnifiek. Mooie wandeling, hè? Nou, nog 1 kilo on the road. Mooi, hè? Nee. Dus we hebben nou een geocache gedaan. Ja, het is echt ongelooflijk waar ze af en toe liggen. Maar deze is wel heel leuk, hoor. In the middle of nowhere. Vlakbij de Old Chico. Op een hoogvlakte. En je moet echt een paar uur lopen om hier te komen. Vanaf het bezoekerscentrum en zo. Wat zeggen ze? 2 uur of zo? 2 of 3 uur. Deze moet je echt moeite doen. En stom toeval. Ik denk, nou, zomaar eens even kijken. En verdomd, joh. Hoe verzinnen ze het? Nou, daar word ik nu al enthousiast van dat ik het leuk vind. Ja. Wil ik even delen met jullie. Het is toch wel grappig. Verzet rivier. Ja, je kan hier gewoon drinken uit de beekjes. Zo koud. Steenkoud. En, maar goed, laat eens kijken. Is dat een beetje helder? Ja, het is super helder. Ik zie het geen verschil. Nee. Puur natuur. Mensen drinken, zitten hier verderop een blokritje. En mensen zitten daar en die vullen ook hun flesjes daar. Dus dat komt goed. Nee, je wordt nog niet groen. Lekker water. Ja? Lekker fris. Ik ga het ook drinken. Ja. Ik ben dwars af. We hebben zo enorm gelopen. We zullen eens even kijken eens even of kijken wat de stand van zaken is. Rick geen onzin vertelt. Ik heb hem nog niet gezien, hè? Nee. Dat is voor mij ook een verrassing. Oeh. 19.139 stappen. Dat betekent... Maar dat valt nog mee, 13 kilometer. 13,25. Het was heel veel klimmen. Niet alleen wij waren heel erg moe na de wandeling. Maar Tip kwam binnen... sprong op het bed en hij is er niet meer afgekomen. Grappig, hè?